place the flowers in the vase that you bought today. Deze week staat 7 minuten in het teken van 100 jaar Vreewijk. Dat klinkt als een mijlpaal die gevierd moet worden. In deze aflevering een ontmoeting met de feestcommissie en een wandeling door de wijk met de man die hier geboren en getogen is, Peter de Klerk. Peter, je geboortehuis is er niet meer, maar we gaan naar de Leden, naar het huis waar je woonde vanaf je 6e. Ja, ik ben geboren aan Dorststraatweg en na de Klingendaal, hebben we ook een paar jaar gewoond, zijn we naar de Leden verhuisd. Dus ik heb wel een echte Vreewijker. Ja, ik ben hier geboren en getogen. 132. Nou, ik veroorloof me te zeggen dat het er niet zo uitzag als het er nu uitziet. Nee, vroeger zag het heel anders uit. Dit is gewoon Vinex woning en toen zag het er echt veel anders uit. Hier zat de badkamer, dat eerste raampje. En we hadden natuurlijk in het begin alleen maar beneden de verwarming. En de badkamer was natuurlijk een hele luxe dat je dat had toen. Daar hing een straalkacheltje. En ik zat toen op de HBS en de eerste jaren, ik kon moeilijk in een gezin met 5 kinderen beneden zitten leren. Dan werd er in het bad werd dan een kleedje neergelegd en dan ging de tekenplank van mijn vader ging er overheen. En een krukje van mijn moeder, daar zat ik dan op. En een straalkacheltje aan en zo zat ik daar mijn huiswerk te maken in het bad. Zo ging dat toen, ja. Het unieke van dat tuindorp, kijk, over het algemeen lijken de huizen wel veel op elkaar, maar er zitten heel veel verschillende details zitten erin. Kun je misschien nog wel ergens zien, maar in ieder geval hier niet meer. Dit is allemaal rechtgetrokken, allemaal hetzelfde. En jullie hopen echt dat bij een volgende renovatie, golf hier door de wijk, dat daar oog voor is? Ja, en nou, er is nu een proefgebied bij het Reigerpad en de Wijmansweg. En als je daar gaat kijken naar het resultaat, want voor een deel is dat al klaar, ja, petje af, want dat, kijk, als het zo heel Vreewijk zou kunnen renoveren, dat zou echt fantastisch zijn. Want ik denk dat je dan in ieder geval weer de ziel te pakken hebt van deze wijk. En ook het bijzondere karakter ervan, dat zie je daar weer terugkomen. Peter maakt samen met andere Vreewijkers deel uit van de feestcommissie die het 100-jarig bestaan van de wijk voorbereidt. Eigenlijk kan je zeggen dat het keerpunt is geweest in 2006 toen een aantal bewoners in opstand kwamen tegen de plannen van toenmalige Komwonen om weer te gaan slopen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we inmiddels beschermd stadsgezicht zijn geworden. Vreewijk is een achterstandswijk, althans volgens onze bestuurders. Daar moeten zo nodig draagkrachtigen in plaats van die doodgewone huurders. Dus die huurders eruit en dan slopen de boel en dan bouwen we zonder mankeren. Voor hem die kan kopen geen enkel probleem en die huurder kan lekker creperen. Mijn doel met dit 100 jaar bestaan, dat we voortbedurend op wat een aantal bewoners hebben bereikt met dat beschermd stadsgezicht, dat we nu een stap verder kunnen zetten naar een goede toekomst voor Tuindorp Vreewijk. En in ieder geval behoud van het karakter ervan. En dat laat Peter zien tijdens onze wandeling. Een goed voorbeeld van wijkaanpak en een slecht voorbeeld. Wat je hier goed kunt zien is dat aan de overkant, dat is eigenlijk helemaal nieuw gebouwd, die gevels. En links is dat niet gebeurd. En dan zie je dat het nog wat meer van het karakter heeft zoals het ooit gebouwd is. Nou, de Brink, het woord zegt het al, dat is het centrale plein in elk dorp. Nou, zo is dat hier ook bedoeld geweest. En ik denk dat je vanaf deze, het is dus een hele mooie plek. En op deze plek kun je ook heel goed zien als je rondkijkt, de bijzondere gebouwen die men in Vreewijk heeft neergezet. Nou, hier, dat heet dan vroeger het Zuidervolkshuis. Is al vrij snel nadat begonnen was met de bouw van woningen, is dit ook hier neergezet. Met de gedachte, hier moeten de mensen bij elkaar kunnen komen. Mooi zo'n poortje, dat zie je ook op een bepaalde plek in Vreewijk. Nou, hier zie je dat ook heel mooi. De oude kastanjes die hier al ook bijna een eeuw staan. Hier de zuil ter gelegenheid van van de bevrijding. Nou, hier achter het Vreewijkhuis. Dag Yvonne. Ja hoor, loop maar lekker door. Maar hierachter?
Het is Vreewijkhuis. Vroeger was er bijvoorbeeld een consultatiebureau. Nu werken daar de woningsorganisatie, huurdersvereniging en havensteden samen. En dan kunnen mensen langs met allerlei problemen met woningen huren enzovoort. En dan een stukje waarvan je zegt van nou jongens, zo moet het toch niet. Ja. Waar gaan we dan naartoe? Ja, moet ik even denken. Ja, dan lopen we naar de Groene Zone weer. Ja? Ja, okay. Ja. Dat is dus een voorbeeld van alsjeblieft niet nog meer hiervan. Ja. Meijendaal en ja? Dit type woningjes. Ja, zo was, zeg maar, was de Dalenwijk, wijk. Zo heet dat, de Dalenwijk, dus een buurt in Vreewijk. Die was helemaal zo, laagbouw en een deel, twee verdiepingen, die hadden dan bovenwoningjes. Ja, dit is dan opgeknapt en waar we naartoe lopen, dat waren dit soort woningjes, ja, maar dat is gesloopt. Dat is helemaal weggehaald en daar is nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Hieruit blijkt dat men in die tijd dus blijkbaar niet begreep dat Vreewijk iets unieks is wat je moet behouden. Dit is geen behoud van Vreewijk, dit is gewoon ja, zorgen dat er nieuwe woningen komen. Ja. Maar die hebben niks met de idee die achter Vreewijk ligt te maken. Dit staat er dus voor 60, 70, 80 jaar. En tot dan kun je dit niet meer herstellen. Het andere wat we hebben gezien, de renovatie in de jaren 70, 80, waar ook een hoop verloren is gegaan. Daar kun je met een nieuwe renovatie wel weer wat aan doen. Maar ja, dit is gewoon nieuwbouw en dat staat er. En dat is, daarmee is dus een stuk Vreewijk verdwenen. In 7 minuten staan we deze week stil bij het 100-jarig bestaan van tuindorp Vreewijk. Mensen vinden die zo oud zijn en die het verhaal zelf kunnen vertellen, dat lukt niet meer. Maar we hebben een alternatief, de museumwoning. De museumwoning ligt aan de Leede, een van de meest geliefde straten van Vreewijk. Een wijk ooit gebouwd voor de arbeiders. Dat was dus in 1913, toen heeft de voorzitter van de Kamer van Koophandel, meneer Van der Mandelen, die heeft het idee geopperd om hier een tuindorp te stichten. En de allereerste naam van de woningbouwvereniging, zal ik maar even zeggen, was dus het eerste Rotterdams tuindorp. Het was bestemd voor de arbeiders. U ziet thans op de voorgrond het Maarland, 10 geburen en het melkpad in aanbouw. Maar dat zei ik al, er zijn dus wat plekken, ja, daar moeten dus de... wat Wim Sonneveld noemde, de notabelen. Plek voor de notabelen, de huisarts, de dokter, de notaris, noem ze maar op. Ja, die moesten hier ook een plek hebben, want het was wel de bedoeling dat Vreewijk volkomen zelfsupporting was. Daarom hadden we hier ook waterstokerijen, een winkel, een badhuis, Al dat soort voorzieningen, ja, moesten mensen zichzelf hier in de wijk kunnen bedruipen. Daarvoor zaten ze opeengepakt in de stad. Om in de haven te gaan werken. Ik bedoel, het waren ook 10, 15 mensen op een kamertje. En die kregen hier ineens de ruimte. Het was natuurlijk een fantastische gedachte van nou, als de arbeiders goed wonen, dan kunnen ze ook goed werken. En in die jaren was dat toch heel vooruitstrevend. We hebben het wel over 100 jaar geleden. De museumwoning is niet naar een origineel voorbeeld nagebouwd. De woning is zo door de laatste bewoner achtergelaten. De man die hier als laatste gewoond heeft, 80 jaar, heeft nooit meegedaan aan de renovatie. En daarna hebben we nu dit monument. Het was een dure woning, een grote woning, een 6-kamerwoning. En het was een van de eerste woningen die opgeleverd werden toen Tuindorp gebouwd werd. Maar nu is het, die kleine kamertjes boven, je hebt ze gezien, die tellen niet meer mee als kamer. Dus nu is het gewoon een 3-kamerwoning. Maar de woningen in de zijstraatjes, die zijn dus veel kleiner dan deze. En dit was echt luxe en chic. Ook de plek waar die staat, de Leede, zit in de top 4 van Vreewijk. Dus ja, dat was een buitengewoon gewild object, kan je wel zeggen. De keuken, die is nog helemaal in de originele staat. Zelfs de kastdeurtjes zitten nog in de keuken. Die in de meeste woningen al verwijderd waren, omdat het heel lastig was. En dan hadden we een gordijntje ervoor geplaatst. Er was geen badkamer in dit huis. De man had geen warm water. Dat hadden ze toen niet. Dan gingen ze naar het badhuis toe. Er was een bewoner in deze straat die had gehoord dat dit huis nog helemaal in de originele staat was. Die heeft contact opgenomen met de woningcorporatie en zegt jullie moeten daar wat mee gaan doen. Omdat het ook binnenkort 100 jaar Vreewijk is. En dat is natuurlijk een leuk iets om als monument te gebruiken.
Tegelijkertijd met ons bezoek komen er drie vriendinnen langs. Ze hebben alle drie in Vreewijk gewoond. Oh, kijk eens. Wat een klein kamertje. Nou, klein zeg. Oh, oh. Jongen, oh, hier is die kerk. Hey. Oh, geweldig. Heel erg nostalgie. En ja, ik heb hier heel bijzondere jaren gehad. Dus leuk om te zien. En ook bijzonder hoe klein ik alles vind. Ik weet niet of die nog aangaat. De eerste tv. Ja. De eerste televisie die ik zag, dat was van het huwelijk van Grace Kelly. Oh ja. Ja, ik liep heel vaak door de paadjes. En daardoor kende je ook al die mensen, want die zaten zomers allemaal buiten in hun tuin. En je zag ze allemaal zitten en nu staan overal van die hoge schuttingen. Ja, dat is afschuwelijk eigenlijk. Ja. Hoe mooi is de begroeiing nu? Maar ik vind het echt heel bijzonder, die museumwoning. Dat je dat weer even dat gevoel kunt beleven hoe klein dat was. Wij woonden in het Rijnenveld, dus met 6 kinderen. Ja, dat. Maar de tevredenheid was er vroeger natuurlijk ook best wel. Ja. Wij sliepen met z'n drieën op een kamer. En mijn oudste zus had haar eigen kamer. Dus, maar als je ziek was, mocht je op haar kamer. Ja. Dat zijn allemaal dingen die weer boven komen die je rondloopt. Ja, ja. En dan is het inderdaad leuk dat je even ergens binnen, want dan kun je het even rustig tot je door laten dringen. Kijk, je kunt met de auto er ook doorheen rijden, dan ben je het ook vlug weer kwijt. Het is al die verwachtingsvolle blik waarmee ze binnenkomen. Zo van, dat is echt zo leuk om te zien. Het kind geboren. Dat wisten wij niet. En deze arts heeft het kind gehaald. Ja, wat ik zei bij die oude televisie, dat mensen aan tafel gaan zitten en op een tv die het niet doet, gewoon dappere dodo voorbij zien komen. Dat is geweldig. Voor dat soort dingen ook in het keukentje precies van. En dan komen er ook automatisch de verhalen van hoe het vroeger ging. In de keuken, in de tuil, in bad en dat soort dingen. Ja, geweldig. Dus er zaten mijn jongere zusje en broertje om de beurt in. Kijk naar zo'n schuivertje. Dat weet ik ook nog. Ja. Voor te leren met mensen vork. Maar het ergste vind ik dat potje nog. Hier zat een potje onder. Ja, dat rook toch eigenlijk altijd wel een beetje muffig. Zelfs emotionele mensen die hier naartoe komen en onderweg en dan weer allemaal herinneringen boven komen drijven. En dat ze echt met tranen in de ogen in de auto of hier binnenkomen of weggaan. Deze week in 7 minuten, het 100-jarig jubileum van tuindorp Vreewijk. Bekende Vreewijkers vertellen over deze Rotterdamse wijk en over de mensen die er wonen. Zo is de familie Ullier een echte ondernemersfamilie. De meeste bakker heeft 14 vestigingen door heel de regio. Maar dit is de eerste vestiging die aan de Groene Zoom in Vreewijk. Begonnen door Jan Ullier in 1968. Jong en we konden alles aan, heel enthousiast. Ja, Rotterdam begonnen, we kwamen uit Hazerswoude. En we hadden hier een goede winkel, dus wij zijn hier begonnen. En hoe zijn jullie in Vreewijk verzeild geraakt? Ja, we worden vertegenwoordiger van een bakkerij met grondstoffenbedrijf. En die vertelde dat hier een hele leuke winkel te koop was. Dus nou, bij iedereen. En ja, dat was inderdaad zo. Dus ja, dat was hartstikke leuk. En toen zijn we hier begonnen, 27 februari getrouwd en 1 maart begonnen. Dus je had eigenlijk nog helemaal geen beeld bij Vreewijk? Nee, ik vond het wel thuiskomen echt. Binnen mum van tijd had je, ik weet niet hoeveel mensen om me heen die je kende. En ja, dat is toch wel een beetje dorpsidee echt. En dat vond ik het charmante van Vreewijk. Jan had duidelijk veel ambitie. Hij opende al snel nog 2 winkels in Vreewijk. Aan de Groene Hillendijk en de Dordtse Straatweg. Ja, dat was echt, je kent iedereen in winkelierverenigingen, acties en grote braderieën organiseren. Niks was te gek. Dus, u vond één winkel niet genoeg?
Nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik denk, ik moet een paar meer, dan kan ik wat ander werk gaan doen meer. Ja. Zorg dat de zaak hier loopt en nieuwe productontwikkeling en dat soort dingen. Dat je dus wat, toch wat makkelijker aan de weg timmert. En dat is goed gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Je was meer een ondernemer dan een bakker. Ja, nou ik kon wel goed bakken hoor. Echt, daar was ik ook wel goed in, maar er ging zoveel tijd in zitten. In 2001 draagt Jan het bedrijf over aan zijn kinderen, dochter Danielle en zoon Thomas. Broer en zus lopen dan al jaren rond in de zaak. Ze werden zelfs in de woning boven de winkel aan de Groene Zoom geboren. Ja, klopt. Ik ben hier boven geboren, ja. Ja, dit is al een bijzondere plek voor mij. Ik kan me zelfs de oude winkel nog herinneren en de dames die er stonden. En ik ben wel eens weggestuurd, ja. Als ik door de winkel heen rende, ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Maar wel die achter de bakkerij, dat was ook erg leuk om rond te lopen. Dus als een kind is dat natuurlijk verschrikkelijk leuk. En dat is dus altijd blijven trekken? Ja. Misschien is het een compliment aan mijn vader, maar heeft hij een mooi voorbeeld gegeven. Maar ik heb altijd heel veel plezier gezien in het vak. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik het echt heel leuk vind. Nu Ulje 14 vestigingen heeft, moet de aandacht uiteraard worden verdeeld. Maar Vreewijk zal altijd speciaal blijven aanvoelen. Ik weet het, het is Rotterdam, het is een stad, maar dat is absoluut niet zo. Dat merk je ook als je hier rondrijdt. Het is niet druk door het qua verkeer. En, het is kleine straten, veel groen. Dat is wel de Groene Zoom voor mij, ja. Als jij vroeg net wat is dan het verschil, ja, dit is wel nog een traditionele oude bakkerswinkel, echt een buurtwinkel. En dat kunnen wij hier ook zijn, omdat je er al bijna 50 jaar zit. Dat is Groene Zoom voor mij. Dat maakt goed. Het is de oorsprong, het is begonnen, de bakkerij heeft hier achter gezeten. En ik denk dat je altijd een product bent van waar je bent opgegroeid en met wie je omgaat. Dus wat hier voor je staat, dat is deels van wat hier van de wijk. Kan niet anders. Jullie kennen echt iedereen hier, hè? Ja, heel veel mensen wel, absoluut. Er komen een enkeling die niet echt uit de buurt komt, maar 90% zeker absoluut vaste klant. En bij naam en toenaam en allerlei dingen die er gebeuren. We krijgen het is gewoon heel sociaal. Ondanks dat je eigenlijk voor je werk hier staat, is het gewoon ook heel gezellig. En krijg je gewoon al wat dingen mee van elkaar. En dat maakt het gewoon veel leuker ook. Dat het niet alleen een brood is wat je verkoopt, maar ook gewoon zoals het is. Of leuke dingen. Dat je dat gewoon allemaal gezellig meekrijgt. Is dat echt Vreewijk? Dat denk ik wel, ja. Absoluut. Dat komt, als je natuurlijk in een winkelcentrum werkt als onze collega's, dan heb je denk ik veel meer verloop ook van klanten en alles. En hier, bijna dagelijks krijg je dezelfde mensen die gewoon lekker voor de halve brood komen in plaats van voor een hele week tegelijk inslaan. Ondanks dat de winkel aan de Groene Zoom minder modern is dan andere zaken van Olje, is het een van de meest constante vestigingen. Dit is een winkel die natuurlijk 48 jaar zit en dan mag je het wel absoluut uniek noemen dat dit zo constant door blijft gaan. Want dan zou je verwachten van dat het, ik weet niet of ik het woord mag gebruiken, zou uitsterven. Maar wat wij juist zien is dat het in de generaties, net zoals ik hier sta als tweede generatie, dat ook in de volgende generaties doorgaat. En dat is wel heel mooi om te zien. Dus wat toen de zonen zijn, dat zijn nu de vaders. En dat vind ik heel mooi. Ziet u het ooit gebeuren dat deze winkel weggaat uit Vreewijk? Dat moet je niet mee vragen, dat staat de directie. Want het zou in principe jammer zijn, niet, zou jammer zijn, ja. In principe niet, denk ik. Nee. Daar is het toch wel te constant voor. Echt. Ik zie juist alleen maar nog meer een rol voor winkels zoals dit in de samenleving. Weet je wel, van die punten waar je samen kan komen en waar ons elkaar nog kent. Wat ik al zei, als ze binnenkomen, dat ze bij naam kennen en dat ze weten wie de kinderen zijn, hoe gaat het, wat speelt er. Ja, ik denk dat het juist toekomst heeft. Deze week staat 7 minuten in het teken van het 100-jarig jubileum van Tuindorp Vreewijk. We bekijken deze bijzondere Rotterdamse wijk door de ogen van een aantal bekende of markante Vreewijkers.
Vandaag bezoek ik Clara Sies, samen met haar man oprichter van de Voedselbank. Maar weinig mensen weten dat misschien wel een van de grootste maatschappelijke initiatieven van Nederland hier in Vreewijk is ontstaan. Zo. Kijk, nog één. Dit is ja, deel 3. Er is nog meer hoor, maar niet aardig zo wat netjes, verzameld niet zo door de jaren. Archiveerd. Wij hebben een eigen bedrijf gehad hier in Rotterdam in kleding en sieraden. We importeerden uit Engeland en we hadden eigen atelier. Die hebben we noodgedwongen moeten opheffen met een hoop schulden. En het laatste wat we wilden was failliet gaan. Dus we hebben daar heel hard voor geknokt. Met allerlei kunstgrepen hebben we dat gered. Maar toch wel 3 jaar onverzekerd rondlopen met de kinderen. Soms gewoon geen eten hebben. Afgesloten worden van de stroom. Terwijl onze zoon jarig was, op de dag van zijn verjaardag zelfs. Maar in die periode zijn we zelf op nou, gewoon hele bijzondere manieren verrast en geholpen door mensen die ja, eten voor de deur zetten of een envelop met geld in de bus gooiden, anoniem. En toen we daar doorheen waren, ja, dan denk je, zoals wij geholpen zijn, willen we anderen ook kunnen helpen. Is dat nog zo, dat vreewijkers voor elkaar zorgen of is dat nu toch veranderd? Minder. Dat is echt wel minder. De samenstelling is wel heel erg veranderd. Wij wonen hier nu ja, sinds 1981 zo'n beetje. En ik weet nog dat toen onze jongste werd geboren, de kaasboer ineens voor de deur stond met een doosje eieren en een stuk kaas van de buurvrouw aan de overkant. Ja, dat soort dingen, dat zie je niet meer zo gebeuren. Dat is wel minder geworden. We blijven altijd wel zoeken, nog steeds, om die, ja, die verbinding zeg maar toch weer terug te krijgen. Nou, dan kunnen we nu even kijken waar het allemaal echt begonnen is. In het schuurtje van, nou wat zal het zijn, 15 vierkante meter. In dit schuurtje? In dit schuurtje was onze eerste opslag. Ja. Nou, hier kunnen we niks meer van uitdelen hoor. Dat is allemaal voor ons. Want dit is het begin van de voedselbank. Ja, dat is de eerste opslag, zeg maar. Jeetje. Maar hoeveel mensen was dat? Een stuk of 30 gezinnen uiteindelijk. Maar nee, in het begin ja, dat ging van 1 naar 2, naar 4, naar 8, naar 16 enzovoort. Ja. Het stond hier helemaal vol? Ja, inderdaad. Dus, en gewoon daar, ja, overal sloegen we dat op, in huis. Totdat we die oude loods in Berkel en Roderijs kregen. Dat was 200 vierkante meter. Nou, dan waren we de koning te rijk. Totdat dat ook te klein werd. En toen gingen we naar een loods van 2000 vierkante meter. En toen dachten we, dat is veel te groot. Die werd ook wel heel groot, te klein. Inmiddels is het initiatief van Clara en haar man Sjaak uitgegroeid tot een stichting met 157 voedselbanken en meer dan 500 uitgiftepunten. Wekelijks zijn bijna 100.000 Nederlanders hiervan afhankelijk. En bijna 10.000 mensen zetten zich in als vrijwilliger. Clara zal nooit vergeten dat Vreewijk hiervoor de inspiratie was. Ja, maar ja, Vreewijk is een hele vruchtbare wijk, ja, denk ik, voor goede initiatieven en creatieve ideeën. Want we zijn niet de enige die bekend zijn geworden vanuit Vreewijk. Er zijn meer bekende Vreewijkers. Jos Brink, ja, noem maar op. Het schijnt toch een inspiratievolle omgeving te zijn. Bent u daar de buurt nog dankbaar voor? Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk als we in ons oude huis in Hillersluis hadden gezeten of nog in Capelle op een flatje Zevenhoog. Ja, weet ik niet. Het is ook de gelegenheid die je hebt en de ruimte en de omgeving, alles bij elkaar, denk ik. Eind 2011 besluit Sjaak te stoppen als vrijwilliger bij de voedselbank. Anderhalf jaar later geeft ook Clara het stokje over. Het echtpaar wil meer tijd hebben voor andere dingen. Zo zijn de twee veel te vinden bij de educatieve tuin in Vreewijk. Hier de entree van de tuin. Ja, ja. Dit is jullie favoriete plek in Vreewijk? Ja, dit is de educatieve tuin De Enk. En het is jammer dat het nu zo kaal is, maar ik nodig echt iedereen uit om hier zomers in het voorjaar te komen. Want dan staat het te bloeien en te doen. En dan is het een heerlijke plek om te wandelen. Je hebt allerlei paadjes
waar je door kan banjeren en je mag kruiden plukken en je kan bloemen plukken. En het is ja, gewoon een heerlijke rustige plek. Vrijwijk is sowieso een hele groene wijk, hè? Gelukkig wel, ja. En dat komt natuurlijk ook door al die tuinen. Jammer genoeg onderhoudt niet iedereen ze even leuk en netjes. Maar het blijft wel een hele groene wijk. Ook door de beplanting, de hoge bomen. Het bestaat natuurlijk 100 jaar, dus wat wil je? Dat is heerlijk doorgroeid allemaal. En ja, het blijft toch een dorp in de stad. Is dat wat het fijn maakt om er, ja, om er te wonen? Ja. Ja, ik ben zelf opgegroeid buiten de grote stad, in het Gooi. En ik zou niet echt midden in een stad kunnen wonen, maar ik woon nu wel midden in een stad. Maar ja, in een, op een dorpse plek. En nou, zien we hier mijn weg te krijgen. Ja, jullie gaan nooit meer weg? Nou ja, als onze gezondheid het toelaat, blijven we er inderdaad wonen totdat ze ons naar buiten dragen. In, tussen zes plankjes. Ja, dat kan wel. Moeten we nog zwaaien of hoeft dat niet? Nee, hè? Grapje. Vette rook over de Botlek en Heiplaats. Volgende week zondag is het 20 jaar geleden dat transport- en overslagbedrijf CMI aan de Keilehaven in Rotterdam afbrandde. 7 minuten kijkt terug op wat toen in onze regio de grootste brand van na de oorlog was.